Deze school in Amsterdam-Zuid heeft een prima dak voor zonnepanelen. De motivatie om ze er neer te leggen, maar niet de middelen voor de aanschaf. Deze buurtsupermarkt om de hoek zoekt een manier om nog duurzamer te leveren. En het was uiteindelijk deze klant, en tevens ouder, die een creatieve gedachte had. Ik ga eerst even terug naar de basis. Dat was 2 jaar geleden. Toen hoorde ik van Anne Stijkel over het begrip boer zoekt buur. En toen werd ik in het voorjaar midden in de nacht wakker met het idee van, is het mogelijk om deze concepten met elkaar te verbinden? Initiatiefneemster Ika ter Haar liet zich inspireren door slimme constructies als boer zoekt buur en bedrijf zoekt buur. Waarbij je als consument of als ondernemer fiscaal voordelig je zonne-energie op andermans dak laat opwekken. En dat kwam eigenlijk voort uit een drive. Dat ik het heel leuk zou vinden nu mijn eigen woning zelfvoorzienend is. Om te kijken of het mogelijk is om de school waar mijn kinderen naartoe gaan, om die zelfvoorzienend te krijgen. De winkel waar ik mijn boodschappen doe. De bioscoop waar ik naartoe ga, het restaurant waar ik naartoe ga. Om te kijken of ik als klant en als ouder hierin kan ondersteunen. Met financiën, maar ook met mijn inzet. Eco Plaza ziet er wel wat in. Sterker nog, gaat er direct mee aan de slag. We werken met groene stroom. We zijn onlangs ook verkozen tot het duurzaamste merk van 2012. Ja, in die trend kijken we naar onze winkels. Hoe kunnen we de winkels duurzamer maken? Maar hoe kunnen we ook duurzame initiatieven samen met de omgeving ontplooien? En we gaan in die zin een uniek project doen. Met een unieke opzet. Die gewoon helemaal op ons lijf geschreven is. En ook zeker bij deze omgeving en buurt past. En ook de directeur van de Geert Grote School is meteen enthousiast. Een leidmotief hier van mij als directeur hier op deze school is een Afrikaans gezegd en dat is Ubuntu. En dat betekent ik ben omdat wij zijn. Want daar zijn we natuurlijk mee bezig hier op school. De toekomst van onze wereld. Want we zijn met de ontwikkeling van kinderen bezig. Komt u nog een keer naar les? Het gevolg is dat je straks als klant bij Ecoplaza om te beginnen in Amsterdam-Zuid kunt investeren in de zonnepanelen op het dak van de school in jouw wijk. Wat er hier gebeurt is dat we allemaal bonnen kunnen kopen bij Ecoplaza. Hier, zo zien ze eruit bij een boer, maar bij Ecoplaza gaat het er iets anders uitzien. Daar betaal je €250 voor, maar het is €300 aan bonnen. Dus dat is al de eerste winst. 5-7% winst. Het is eigenlijk een win-win-win situatie, want ik als klant krijg €50 boodschappenvoordeel. De Ecoplaza die heeft voordeel, want die heeft klantenbinding. Die hoeft niks extra's te betalen en die heeft een heel leuk PR-verhaal. De school heeft voordeel, want die krijgt zonnepanelen op het dak zonder dat ze iets extra hoeven te betalen. En na 8 jaar zijn de zonnepanelen van de school. En hebben ze nog ongeveer 17, 20 jaar lang gratis stroom. De actie is onderdeel van het lokale duurzame energieproject Wij Krijgen Kippen. Dat op dezelfde dag zijn eindfeest beleefde. Het is wel fantastisch, denk ik, als je zo'n gemeenschapsgevoel weet om te zetten in projecten zoals dit. En ik hoop dat er nog heel veel van zulke projecten gaan komen. En ik ga zeker ook bevorderen dat ook op andere scholen dat daar zulke zaken kunnen bewerkstelligd worden. En ik wens jullie heel veel succes en ik feliciteer jullie ook met dit prachtige project. APPLAUS